Goedemiddag en welkom bij het vierde schaatsjournaal van weerplaza van deze week, maar helaas ook voorlopig de laatste, want het dooi gaat inzetten. Vandaag was het bewolkt en dat komt allemaal door een warmtefront dat over onze omgeving trekt. Dat ligt hier op deze satellietfoto vlak voor onze kust en dat trekt dan de komende uren steeds verder richting het oosten. Het verdrijven van de winterkou in ons land gaat niet helemaal zonder slag of stoot, maar gepaard met wat neerslag. De temperatuur in het westen van het land loopt al vrij snel op tot boven nul. Maar in het oosten en noordoosten van het land, daar vriest het op veel plekken nog steeds. Waardoor daar de neerslag nog als winterse neerslag kan vallen. Eerst in een vorm van sneeuw. Later in natte sneeuw, mogelijk kortstondig en lokaal vooral ook eventjes wat ijzel. En dan uiteindelijk overal overgaat er regen en vanavond dan ligt de temperatuur overal boven het vriespunt. Als ik de radaranimatie start dan zien we ook dat vanuit het noordwesten tot westen de neerslag steeds verder zich over het land uitbreidt. Het is op veel plaatsen geen intensieve neerslag, en met name in het oosten en noordoosten van het land kan de neerslag dus winter zijn. In het zuidwesten, westen en zuiden van het land daar valt de neerslag overal inmiddels als regen, omdat vanuit het zuidwesten de zachte lucht opdringt, maar de koude lucht in het noordoosten en oosten toch nog eventjes tegenwerkt. Ook de komende dagen zien we flinke verzachting. Dit weekend bijvoorbeeld al bewolkt regen en temperaturen ver boven het vriespunt. Met smiddags 6 of 7 graden. Ook s'nachts komt de temperatuur niet meer in de buurt van het vriespunt. En met regen erbij betekent het dus dat al het aanwezige schaatsijs, met name op de skilabane, toch heel snel zal verdwijnen. Want vanmiddag werd het op veel plaatsen in kwaliteit al zo slecht dat zelfs voor de neerslag uit al veel schaatsbanen helaas moesten sluiten. Na het weekend zien we het wel weer iets kouder worden. Neemt de kans op een paar winterse buien toe. Maar met meer dan nachtvorst gaan we het natuurlijk niet redden om opnieuw schaatsijs te krijgen. Kijken we naar de heel lange termijn, dan zien we het in de loop van volgende week al wat kouder worden. Met het later in de week kans op nachtvorst. Maar richting volgend weekend dan lijkt de temperatuur opnieuw te stijgen met overdag temperaturen ruim boven nul. En s'nachts in een enkele opklaring misschien wat nachtvorst. Ja, en zoals de schaatsliefhebber weet, is dat lang niet genoeg voor schaatsplezier. Wel zijn er een aantal berekeningen die nog altijd enthousiast voor winterweer gaan op de lange termijn. Dat zien we ook terug in de ijsgroeipluim. Ja, sommigen die zorgen ervoor dat het gemiddelde in de ijsgroeipluim zelfs naar een paar centimeter ijs gaat, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Vooral in het begin zien we dus de ijsdikte afgenomen van een centimeter of 5 op de meeste plaatsen nu gewoon terug naar nul begin volgende week. Het ijs is dan na het weekend op de meeste plaatsen verdwenen en dat blijft dan voorlopig ook zo. Al het ijs wat hierin zit dat komt dus allemaal door enthousiaste winterberekeningen en ik ga er vooralsnog niet van uit dat die waarheid worden. De schaatsthermometer van ons stond op ondergelopen weilanden, waar ook skielenbanen en sintelbanen ondervielen. Maar vanwege de invallende dooi hebben we de schaatsthermometer en de schaatskoorts terug moeten laten zakken naar dooi, waardoor de schaatskoorts is afgenomen. Dit soort plaatjes zullen we de komende periode dus helaas niet meer zien. Maar wie weet, we hebben de maand februari nog en vorig jaar lukte het zelfs begin maart. Wie weet komen we dus nog terug met een schaatschinaal 5 als het later deze winter mogelijk weer koud wordt. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl